Ding, ding. Deze zomer nieuw bij de NCRV. De slimste mens. Een dagelijkse tv-quiz met een knipoog. Met Philip Freriks en Maarten van Rossum. Ja, ja, ik hoor het, hoor het. Ja, nou, je moet even doen. Je bent dus als het ware de bellboy van dit programma. Met in iedere aflevering drie BN'ers die aanspraak maken op de titel De slimste mens. Hoe heet de voorzitter van de Europese Commissie, Annemarie? Ja, dat moet Urbanus zijn. Ik kan Urbanus. Er alles... Urbanus. Ja. Kluun, wat weet je van Pinkpop? Landgraaf, Jan Smeets, Bruce Springsteen, Chris Hipstop. De laatste was Roze Pop. Oh ja. Oh ja, die dacht ik nog. Ja. Maar ik zei het niet echt. Ik zag hem voor. Ja, ja ik wel, ja. Echt waar. Nou, dat is wel aardig, een beetje rommel en ruzie en zo. Wie blijft het langst overeind in de vragenarena? Dat je David alles eruit slapt. Extreem links. Wie wordt de slimste mens? Ik kan niet komen, mens. Dat zul je net zien. Gilles de La Tourette, stop. Ontzettend goed gespeeld. Kijk vanaf 23 juli naar de NCRV op Nederland 2. Ach, dit soort van dingen hebben altijd een enigszins arbitrair karakter.